today, it's the Indiana Pacers versus the Chicago Bulls. What the hell are you? Yes, sir. What time is it? It took them each about 90 games to get here, but the Bulls and the Pacers have a... Stepping up, zei Scottie Pippen. This is big. Het is wedstrijd 1 uit de finale van de Eastern Conference. De Chicago Bulls onder aanvoering van Michael Jordan. Tegen de Indiana Pacers met uiteraard onze landgenoot Rick Smits. En Kees, dat belooft na de serie van Utah en LA opnieuw een kraker te worden. Ja, zonder meer. Ik denk, het is wel heel belangrijk welk team het de druk heel goed aan. En dan moet ik toch het voordeel van de twijfel geven aan de Chicago Bulls. Maar de Pacers die spelen gewoon ontzettend goed. En hier zien we nog even Miller en Jackson die ontzettend goed spelen. En de start is verder. Smits, Davis en Mullen. Maar ik geef toch voorkeur aan de Chicago Bulls. Larry Bird, de head coach. En waarom? Ja, ze kunnen de druk meer aan. En de Chicago Bulls die hebben gewoon die 5 titels de afgelopen 7 jaar gewonnen. Dus die moet je gewoon favoriet noemen. Maar ze zijn een beetje bang toch. Vooral voor de verdediging. U zag de eerste twee starters van de Bulls gecompleteerd met Longley, Pippen en Kukoc. En natuurlijk zijn dat Harper en Jordan, de eerste twee mannen. Dat vijftal brengt Phil Jackson in de strijd tegen de Indiana Pacers. Vooral angst van de Bulls tegen de verdediging van de Indiana Pacers. En wat gaat Dennis Rodman doen? Die gaat onmiddellijk op weg naar de kleedkamer. En Rodman gaat daar naartoe om zichzelf warm te houden. Rodman start niet en gaat terug naar de kleedkamer om warm te blijven op het moment dat hij in moet vallen. Rodman die de training van vrijdag maar eens even weer oversloeg. Hij kwam te laat binnen. Jackson zei, ga er maar ergens anders je van maken. Hij heeft inmiddels een boete gekregen. Volgens Jackson substantieel, maar hoeveel, daar was Phil Jackson nog niet helemaal uit. En Rodman was er op de training van gisteren wel weer bij. Terwijl de Pacers hun eerste aanval opzetten en Luke Longley zijn eerste persoonlijke fout maakt. 21.711 mensen in United Center in Chicago voor dit duel. En de eerste persoonlijke fout is voor de center van de Bulls, voor Luke Longley. Ja, dat is toch een snelle fout, want hij moet toch ook Rick Smits afstoppen. En Tony Kukoc met de rebound. En voor hem is het natuurlijk uiterst plezierig dat Rodman niet start. Want Kukoc, het is bekend, start graag, ondanks zijn rugproblemen. Zal het een enorme lift geven aan hem. Rebound Mark Jackson. Ja, en Jackson zal een probleem hebben deze wedstrijd met het opposten. Als hij gaat opposten en Rick Smits dan naar buiten gaat en veel ruimte krijgt. Maar Jackson wordt nu verdedigd door Harper. En Harper is gewoon 8 centimeter groter dan Jackson. Smits met zijn eerste bal en Rick Smits. Nou, dat is belangrijk voor Smits, voor de Pacers. En Longley zal dus uit de paint moeten. Uit dat rode gebied, uit het 3 seconden gebied om Smits te gaan verdedigen. Mullen is Pippen kwijt en Pippen gooit de bal onder de ring. Onder tegen de ring aan, moet ik zeggen. En Smits had de rebound. Het vervolg ligt daar bij Mark Jackson en bij Dale Davis. In eerste instantie een blok. En daar is Dale Davis. Niet te geloven. Wat een display van kracht, zeg. Longley stond erbij. Uitstand. En dan een fantastische dunk. Ja. Met 1. De timeout. 4-0 voor de Indiana Pacers. Een 20 seconden timeout. Om heel even de gedachten weer opnieuw te bepalen. Ja, Phil niet Jackson, overbodig. Phil Jackson heeft misschien de vorige wedstrijd gezien. En ook de vreselijke goede start gezien van de Utah Jazz. En die denkt, dit zal mij toch ook niet overkomen. Hij speelt dan wel thuis. Hij is er niet gerust op hoor. Als hij nu al een time-out, soms laat hij gewoon tot 10-0. His birthday usually is celebrated over a week. It doesn't start at a day. It's usually a week-long celebration. Like it's just forever. And everybody joins him in the activity.
So, I mean, they rented the bus and they partied for a few days. And I'm not sure how much activity actually went on in Chicago, but I think it was mostly in the Midwest. Between here, St. Louis and Detroit, I think is where the major stopping points were. It was fortunate we won on Wednesday, but Dennis is going to suffer fine and we'll move on. Hij legt nog eens uit dat Dennis Rodman inderdaad een boete kreeg voor het verjaardagsfeestje. Rodman werd afgelopen woensdag, toen de Bulls zich plaatsten voor de finale van de Eastern Conference 37. Miller mist, de rebound is voor Kukoc, de enige man die rebounds pakt voorlopig bij de Bulls. En hij heeft een boete gekregen, zei Jackson, dat had ik u ook al verteld. En we gaan nu gewoon verder. Smits is Longley kwijt. En Longley legt hem binnen voor de eerste punten van de Bulls. Ja, een fantastisch looppaasje van Kukoc. En Pippen en Jackson, scrumball. Ja, en dat is dus bekend. De drie beste spelers van Chicago. Hier zien we nog eens die looppaas van Kukoc. En Smits is hem kwijt. Maar de drie beste spelers van Chicago, Jordan, Pippen en Rodman, dat zijn ook drie van de beste verdedigers. En dat is dus een heel groot voordeel voor de Bulls. Vandaar ook dat Jackson deze bal bijna kwijt is. Want ik neem aan dat Pippen de sprongbal gaat winnen. Harper en Mullen zaten even met de armen in elkaar. Dat werd door de scheidsrechter opgelost. Pippen. Met veel swing in de heupen. Maar hij gooit wel de bal naast de ring. En meteen teruggestolen. En nog een keer. Ja, Pippen wil een beetje te veel en danst me een beetje te veel. Klaagt nu dat hij geduwd werd, maar is wel de bal kwijt. Hij knalde tegen Rick Smits aan. Die bleef stilstaan. Toen kon hij de bal niet meer kwijt. Davis. Durft en scoort. Ja, als je van Chicago wil willen, dan moet je gewoon aanvallen. Dan moet je achter ze aangaan. De Hornets is daar kwalijk genomen. Die bleven maar afwachten, kijken of ze voor konden komen. Maar je moet gewoon achter ze aangaan. Rebounden, fastbreak lopen. En wie pakt de meeste rebounds weer tot nog toe? Juist, Mark Jackson, die we al eerder met een triple-double zagen. Met 13 rebounds, 13 assists. En met ook dubbele cijfers voor zijn punten. Dat was de eerste triple-double in de historie van de Pacers in de playoffs. Foul is voor Dale Davis. Zijn eerste. Moving screen heet dat. En hier zit Larry Bird, coach van het jaar. En Bird is redelijk uitgevallen. In die zin dat toen gevraagd werd wat zijn ambities waren hier in Chicago. Bird zei, nou, we komen niet om één wedstrijd te winnen. Nee, dacht iedereen, het verlies misschien beperkt houden. Nee, zei Bird, ik kom hier gewoon om twee wedstrijden te winnen. En de Bulls zijn opmerkelijk in een soort underdog-rol gekropen. Want ze hebben allemaal gezegd dat ze bang zijn voor de Pacers. Mooi paasje Pippen. Maar waarom mist Longley het open schot? Rebound als voor Dale Davis. Hij kwam niet goed uit, Longley. Smits. Jackson. Ik heb al een hoop mensen gehoord die zeggen, het staat hem goed. Dat korte haar, fout is voor Longley, zijn tweede. En Wennington komt onmiddellijk van de bank, want twee fouten voor Luke Longley, dat is een beetje te veel van het goede zo snel al. En eens kijken of we zien, nee, want de camerawisseling is er alweer. Ik wilde zien of Rodman alweer terug was. Nog niet gezien. Jackson, kijk, Smits houdt het! Gat voor hem vrij, de alley-oop is bescheiden, maar het dunkje was daar van Dale Davis. Mooi hoor, eigenlijk komt het op naam van Rick Smits. Die prachtig het gat maakte voor Mark Jackson, 8-2 voor de Pacers. Smits de fout. Ja, Mullen is ook niet blij. Die geeft aan dat Pippen met zijn ellebogen staat te werken. Hier Jackson nog een keer, naar die basket. En dan geeft het paasje gewoon hoor. Het is geen gemis schot. Gewoon een goede paas. Dat zien we regelmatig terugkomen. Eerste punt voor Pippen. Ja,
En wat zo vreselijk verbeterd is aan het spel van de Pacers is hun verdediging. En daar is Chicago toch echt wel een beetje bang voor. Smith gaat maar de bal verder op dribbelen. En is een kwijt ook. Ja, dat moet hij niet doen. Jordan op assist van Kukoc. Jordan mist. Kijk naar de scheidsrechters. Hij was het dus niet mee eens. Ze wou een fout hebben. Het is 9 om 2 rebounds ook in het voordeel van de Indiana Pacers. Weer hetzelfde opzetje. Weer is de assist van Mark Jackson. Weer vindt hij Dale Davis. Weer is Davis ter plekke voor de dunk. En nu is het dus 10-3 met 8 punten van Dale Davis al. Bij die actie van Jackson. Een turnaround, dribbel. Oeh jongens. Jordan let er niet op. Time-out. Uiteraard voor de Chicago Bulls. Want ze staan achter. Hier die met 10-3. Fantastische spindribbel. En weer dat paasje. Prachtig. En Davis op de juiste plek. 8 punten zoals gezegd. En de Bulls staan achter met 10-3. Mighty Mac, the new lead singer in the band. De Blues Brothers zijn terug en dat laat Kanoff dus niet zomaar voorbij gaan. Op zaterdag 20 juni organiseert Kanoff dus speciaal voor onze abonnees een voorpremière van de Blues Brothers 2000. En dit in Amsterdam, in Utrecht en in Rotterdam. Wilt u erbij zijn, bel dan zo snel mogelijk naar 0909-300-4500. The Blues Brothers Band? I thought you guys were all in jail. Reageer snel, want het aantal kaartjes is beperkt. Bel 0909-300-4500 en beleef een swingende, hilarische ochtend met Canal Plus en de Blues Brothers 2000. Sensational shot by Grant. Gary cuts between defenders, finger rolls it in. Oh, man! Oh, man! The mailman delivers! Acht punten, vier rebounds. Daarmee is het verschil aangegeven. Want de rebounds zijn 10 om 2 in het voordeel van de Indiana Pacers. Die 5 uit 9 schieten terwijl de Chicago Bulls voorlopig 1 uit 8 raak schieten. En u zag ook dat Dennis Rodman inmiddels terug was. En Dale Davis is voorlopig op assist van Mark Jackson niet te stoppen. Wennington. Pippen, het zoeken is naar Harper en de open scoren voor Harper. Ja, en die Davis scoort gemiddeld nog geen 8 punten in de playoffs. Die zit er al op 8, dus die kan al niet meer stuk. Maar het is nog maar het begin van de wedstrijd. Davis, Mullen. Steal van Wennington. Paasje op Zwitsers doorzichtig. Jordan krijgt die bal niet lekker mee. Blijft een beetje aan zijn heup plakken. Pippen voor 3. En Jordan staat daar omdat Davis die rebound niet pakt. Eerste punten voor Michael Jordan. Ja, en dat zie je te man. Als je niet van afstand in krijgt, dan maar met hard werken in de rebound. Weer zo'n paas hoor. Jordan slaat de bal weg op Davis' knie. En zo herstellen de Bulls toch heel snel.
zonder Rodman, de man die de reboundverhouding zou moeten herstellen. Want die is nog steeds in het voordeel van de Pacers, Jordan. Fout voor Miller. Dat is zijn eerste. Veel kabaal omdat Reggie Miller zijn eerste persoonlijke fout krijgt. Jordan is nooit van zijn stuk te brengen, behalve door de Pacers. Misschien kunt u zich nog herinneren, de laatste wedstrijd uit het reguliere seizoen. Beelden daarvan waren op Canal Plus te zien. Toen hij de bal op het hoofd van Mark Jackson gooide. En in 1993 kreeg Jordan het alles aan de stok met Reggie Miller. Kortom, er ligt een historie van Jordan uit zijn hum te krijgen bij de Indiana Pacers. En dat kon nog wel eens belangrijk zijn in deze serie. Als Jordan uit zijn hum is, ja, dan heeft hij de neiging om beter te gaan spelen. Jordan leeft van dat soort dingen. Hij moet zichzelf telkens opnaaien door stukjes uit de krant, dat ze wat ze over hem zeggen. Dat hij oud wordt. Nou zeg het maar niet, want... Kijk eens, Wennington denkt, laat ik me daar maar even tegen afzetten. Smits mist. Hier wordt geraken. En dat was mooi zeg. Wennington kon de bal niet controleren. Harper, zo ontzettend snel weg. En Jordan. Gaat naar Dale Davis, dat is een tweede. En dus houden de Bulls het balbezit. Bird ging naar McKee op de bank. Daar is Smith voor de steal. Jackson met de tempoversnelling. Miller voorbij aan Jordan, onderdoor. Veel te moeilijk. En Jordan neemt over. Nou, het is 2-1. Prachtig! Harper rond het af. De assist is van Tony Kukoc. Mooi uitgespeeld door de Bulls. Jordan zet de trein in gang. Kukoc geeft het paasje en Harper rondaf. Smits. Zijn afstand nog maar te toch. En Kukoc met zijn derde rebound. Kijk eens even, weer zo'n fantastische paas. Een harde fout van Jackson. Tony Kukoc pakt de rebound en meteen slingert hij naar de andere kant. En nog eens die fantastische assist. En Larry Bird moet naar de time-out toe. Kijk eens wat een assist. Daar wil Harper nog wel eens voor van de vloer af. 10-3 was het, 10-11 is het. NBA.com, log on and get connected. Een beklemmend verhaal. He murdered two people. Two people who were rapists. 10-year-old daughter. Over geweld. Our society cannot condone men who take the law into their own hands, no matter what the circumstances. 10 years ago, that nigger would be hanging by the end of a rope with his balls in his mouth. Over racisme. Hey, God, and William. Pick the right jury and you walk. DA picks the jury and you get the games. It's time for a nigger to pay. In een klein provinciestadje in Amerika. Lane has always been right there, just waiting for the opportunity to deliver God's justice. He took the lives of two young men. He and Billy Ray Cobb did rape Tanya Haley. Carl Lee Haley is guilty. They deserve to die, and I hope they burn in hell. A Time to Kill, deze maand op Canal Plus. Hit me. This is the beginning of progressive attack. We start attack. Progressive attack. 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 We start attack. 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 Elke zaterdag om 5:30 een cybercompilatie op Canal Plus. Primavera dell'amore.
Vorig jaar won Real de titel, in 1996 Ajax. Het Feyenoord Internationaal Jeugdtoernooi voor spelers onder de 19. Van 22 tot en met 24 mei bij Canal+. La primavera dell'amore. De cijfers van Rick Smits. Nog niet echt in de wedstrijd. Eén schotje schoot hij raak, maar twee miste hij. Twee rebounds, nog geen blockshots. Hij moet die jumper raak kunnen schieten. Ja, dat is ook heel belangrijk voor de Pacers dat hij dat gaat doen. Maar wat voor de Pacers zeker van belang is, is dat ze de druk op de aanvallende rebound gaan doen. Want je zag dat niemand in de aanvallende rebound gaat en ze pakken makkelijk de rebound en meteen een paar fast breaks om de oren. En dat doet pijn. Dus je moet, als je niet de rebound pakt, in ieder geval die aanvallende rebound moeilijk maken en die outlet pass moeilijk maken. Rodman staat voor het eerst binnen de lijnen. Had hem bijna hoor. Hij staat op de lijn, of over de lijn. Hij stond op de lijn, inderdaad. Dan Jackson heeft een probleem hoor. Met een van de betere verdedigers tegenover zich gekregen. Miller! 12 gelijk. Scottie Pippen is op Jackson gaan verdedigen in plaats van Ron Harper. Door een mist weer. Kijk, Miller is in de sprint. Die kan zo hard lopen. Zeker als hij ruikt dat hij kan scoren. Jackson wordt goed gedubbelteamd. Smits, ja. Goed gespeeld. Grote man onder het bord. Babyhoekje. En het telt. 4 punten voor Rick, 2 op 4 schot. Dubbele fout wordt er gefloten. McKee en Rodman krijgen er allebei een. Dus voor beide spelers een eerste fout. Als hij maakt is het helemaal fantastisch. McKee pakt de rebound. Wat een beweging van Jordan zeg. Alleen er hoort nog iets meer bij en dat is die bal afmaken. En voor de rest was het fantastisch. Harper weer tegen Jackson. Wat een pass! Wat McKee moeten maken zeg. Fantastische pass van Mark Jackson. Pippen op Jordan. Ah, Jordan heeft het moeilijk hoor tegen Miller. Tweede fout voor McKee. Wordt snel gefloten tegen Jordan. De fout van McKee. Ja, McKee en Jalen Rose die zullen veel speeltijd krijgen vanaf de bank. Omdat dat de beste verdedigers op de bank zijn. U zag ook even op de bank Dick Harter. Dat is de defensive coach van de Indiana Pacers. En daar zijn ze met name bang voor. Want die Harter, dat is een echt brein als het gaat om verdedigen. Harter werkte in het verleden al met Pat Riley en is ook bij de Detroit Pistons geweest. En het is bekend dat die twee ploegen bekend staan om hun goede verdedigingen. Kortom, Phil Jackson wees daar met name nog een keer op, omdat de Bulls bang zijn voor die heel scherp roterende verdedigingsvormen van de Indiana Pacers. Daar gaat Jackson weer. McKee, Kukoc. McKee wil naar binnen. Kukoc verdedigt goed. Toch de fout voor Kukoc. Ja, dat is bekend. Kukoc is qua verdediging de zwakste schakel bij de Bulls. Maar hij deed het toch redelijk, vond ik. Het is geen slechte speler. Een van mijn favoriete spelers. Maar overal in welk commentaar ook zie je dus dat dat dus de Achilleshiel in de verdediging is. McKee, moeilijk, snel doorgepaasd, Mullen vanuit de hoek, werkt helemaal niks.
Rotman baalt dat hij de rebound niet heeft. Kukoc had zijn vierde al. En Jordan weer. Het schot van Jordan valt niet. De rebound is daar voor Antonio Davis. Jordan schiet 1 op 5 dat nog toe. Miller! Ja, Miller schiet altijd gehaast. Het ziet er ook gehaast uit. Hij was nu helemaal open. Had iets meer tijd kunnen nemen, denk ik. Kukoc. McKee, en een elleboogstoot tegen Rotman. Ja hoor. En McKee krijgt zijn derde fout. Terecht. Haalt uit met zijn elleboog bij de rebound. En raakt Rotman in het gezicht. Zijn derde fout. Let op. Dat is duidelijk. En niet verstandig. En de reactie van Rotman. Zo hé. Dat is de achtste turnover al in het eerste kwart. En drie fouten in 3 minuten speeltijd. Dag, McKee. Anderhalve minuut nog in het eerste kwart. Pippen. Mooi blockshot. Heel hoog. En de break. Met Reggie Miller. Dank u. Goeie break hoor, vooral dat doorpassen. Snel hè, zijn ze. Ja. Ja, die outletpaas was heel snel, maar meteen met die doorgepaas was niks meer aan te doen. Jordan komt nog niet echt uit de verf. Ik kan ook niet zeggen dat hij niet in het spel betrokken wordt, want ze gaan veel, althans proberen veel naar Jordan te gaan. Kukoc. Wat goed verdedigd hoor door de Pacers. Kijk eens, Jordan. Weer lukt het niet. Jordan in tweede instantie ook niet. En weer Antonio Davis met de rebound. Jordan schiet 1 uit 7 nu. Rose. Rose voor 3. Dus gedurfd. Dat is gedurfd. Komt koud van de bank. Pakt zijn eerste bal. En paft er een 3-punt erin. Ja, Dylan Rose. Weer Jackson hoor. Met die spindribbel. Die bal bij hem bezorgde. Ja, ik ga Jackson zo meteen in de gaten houden voor zijn volgende triple-double fout van Jackson nu tegenover Rotman. En krijgt hij een technische eroverheen of niet? Dat zou me niet verwonderen. Jackson krijgt een persoonlijke fout, dat is zijn tweede. Gaat hiervoor. Kijk, Pope is er onmiddellijk bij. Miller benut de technische fout die aan Rotman werd uitgedeeld. Vorig jaar had hij 16 technische fouten en 3 disqualificaties, Dennis Rotman. Hij had 15 rebounds in het reguliere seizoen. Dennis Rodman en is in de playoffs al doorgeschoten naar 16,1 gemiddeld per wedstrijd. En nu voor de fout. Daar staat het, 16,1 rebounds. En die Rodman is natuurlijk wel een fenomeen om spelers uit hun ritme te halen van de tegenpartij. Want bij hem lukt het dus nooit. En een klein pressje. Heel klein. Chicago probeert het wel eens en dan stoppen ze gewoon. McKee met zijn 3 fouten, dat zou nog wel eens een probleem voor Bird kunnen worden. Dat is een hele goede speler in de verdediging met name. Rose. Prachtige paas! Oh, wat een briljante paas! Prachtig. Miller voor zijn 6e punt. Splijtende paas door de verdediging van de Bulls. En toch een gaatje, 6 punten. Het is niks. Morel van buiten, moet nu, de schotklok. Nee. Rotman had nog wel de rebound, maar komt niet meer tot een fatsoenlijk schot. Jordan gaat met 6 punten, maar met 1 uit 7 schot het eerste kwart uit. En Indiana leidt met 22 tegen 16.
Top films, top sport, top documentaires. Dat is in mei op Kanaal Plus. The place where dreams come true. Aces try for the win, and they get it into Kenny. Gonna take the shot, throws it up, and gonna get it! Kenny Anderson wins the game! 3 seconds left, Leonard double punch, and hits! He hit it in the heat bomb! Hassan Leonard! Here we go. Here's Reggie, here's the turnaround, here's the shot. Reggie Miller en Michael Jordan, dat is rivaliteit. Kijk eens hoe die twee tegenover elkaar staan. Kijk die Miller bewegen en Jordan moet mee. En hier is Jordan dus te laat. Maar dit was een prachtige actie met een schitterende paas van Jalen Rose. Kijk eens. Prachtige actie, Kees. Ja, zeker die paas. Maar Rose kan ook goed spelen. Nou, Michael Jordan scoort iets meer als ze tegen elkaar spelen. En Miller schiet iets beter. Ontloopt elkaar niet veel. Indiana 8 turnovers in het eerste kwart. De Bulls maar 3. Kukoc mist, rebound is voor Pippen. Fout is voor Mullen. Nee, voor Travis Best natuurlijk. En Mullen hebben we ook nog niet veel gezien. Eerste fout voor Travis Best. Pippen doet het ook aanvallend rustig aan. En Pope krijgt de fout. Mark Pope. En Bird kan niet zo rustig blijven tijdens deze playoff serie. Rookie coach, fantastische job gedaan natuurlijk. Fout Antonio Davis. Rodman schoot net 2 uit 2. Is bepaald een matig vrije worpschutter. ...67%. Ik koek was met de rebound. Dennis Rodman, een absoluut fenomeen. Hoe je het ook mag wil of mag bekijken. Of het qua rebounds is, qua levensstijl, qua karakter. Maar het is een fenomeen. Antonio Davis. Naar Mullen. En Poker zonder de bal door en Pippen tikt hem over de lijn. Mark Jackson in het eerste kwart, 4 rebounds, 5 assists, maar nog geen punten. Rose met hulp van Pope, maar die moet snel weer weg. Rose nu met problemen. Heel goed gedaan, team. Prima gedaan. Mooie verdediging. Pippen kan de bal niet in één keer doortransporteren. Nu wel, Rodman met het paasje en Brown krijgt de fout mee. Tweede fout voor Mark Pope. En de Bulls krijgen grip op de wedstrijd, Kees. Ja, dat ziet er wel uit. Rodman doet natuurlijk ook goede dingen. Dat zien we hier. Maar ze krijgen inderdaad grip op de wedstrijd. Ze verdedigen ook veel beter. Net een dubbelteam met een steal erbij. En Rodman die kan dus goed pasen. Wat wel goed is, is die fout bij Indiana. Dat is playoff basketbal. Je geeft niks cadeau. Laat ze het maar van de vrije worplijn maken. En dat is dus echt playoff basketbal.
En als je ze maakt, ja. Rodman toch al 37 jaar, hoor. Loos. Best. Hulp van Poop. Best, moeilijk, maar wel binnen. Zeker knappe bal. Penetreren en hij kon nergens anders meer heen, want niemand stond open, dus hij moest wel. En dat is alleen maar fijn dat hij hem erin schiet. Pippen. Kukoc op assist van Burrell, maar ik wordt geen assist van Kukoc meer. Rodman heeft hem weer, Burrell paast door, Pippen en de rust. Ja, Indiana bal. Brown dribbelt op zijn eigen voet. Pakt er goed de baseline. Best. 4 punten voor de Pacers. Weer goed verdedigd, dit keer door Rodman. Dit is de 10e turnover voor de Indiana Pacers. Prachtig, Kukoc daar, Scottie Pippen. Magistrale actie weer van de Bulls. Ja, Kukoc staat te strooien met goede passes. Scoren heeft hij nog tot nu toe alles mis. Aanvallende fout. En Tony Nunez die gaat maar snel aan de kant. En nu gaat hij pas verhaal halen, Antonio Davis, want hij realiseerde zich dat hij niet door moest rennen. Tweede fout voor Antonio Davis, de Bulls op de hielen van de Pacers, 24-22. U houdt niet zo van... Uw smaak is meer. Dead man walking. Dan heeft Canal Plus dé oplossing voor u tijdens het WK. De keuze van de kijker. U vraagt en wij draaien. Kijk in de meegids op pagina 34. Stel uw eigen top 15 samen uit een waanzinnig aanbod van films. Knip de lijst uit en stuur hem op. De meest gekozen films worden tijdens het WK uitgezonden. I feel guilty because I don't spend enough time with my wife and my kids. Doug heeft wat extra tijd nodig en een wonder. Kanaal Plus. Sterker nog, het is inmiddels 11-4 turnovers. En toch, nog steeds 2 punten voorsprong voor de Pacers. De Pacers hebben eigenlijk hetzelfde wat Chicago altijd heeft. Ze kunnen aanvallend ontzettend slecht spelen, maar door hun verdediging blijven ze gewoon bij. En dat doen de Pacers dit keer ook gewoon. Hier zien we nog even... Die twee jongens vechten om die bal en Rodman met keihard werken. Hallo Larry. Ja, Bird heeft zelf nog tegen Jordan gespeeld in de playoffs. Terwijl Kukoc met mooie paasjes blijft strooien. En Bird in zijn playoff wedstrijden tegen Michael Jordan staat op 6-0. Met de Boston Celtics won hij al die 6 duels. Ja, weet ik ook waarom Davis hoek. Kwaad is, want er was absoluut geen aanvallende fout natuurlijk, want Rodman die bewoog gewoon mee. Die moet stilstaan. Maar goed. Chicago bal. De Bulls schieten 6 uit 26. Dus dat schot zal beter moeten. Kukoc. Ja, Kukoc krijgt er, lukt dat niet. Krijgt er geen bal in. Op de Bulls. Wat de Bulls wel goed doen is dus wat ze nu deden. Ze zien een mismatch. Kukoc is veel groter. Dus ze gaan dan gewoon spelen. Smith. Yes. Dat is belangrijk. De eerste bal maakte die ook. Maar Smith moet in de wedstrijd komen voor de Pacers.
Smits op 6 punten. 3 uit 5 schot. 2 rebounds. Kukoc. Rodman komt helpen. Fout voor Travis Best. Best een tweede. En het is weer die Tony Nunez die een fout fluit. Waar een van de Pacers kwaad op wordt. Net was het Antonio Davis, nu is het Travis Best. En zo gaat er een hoop verschil ontstaan vanaf de vrije worplijn alleen al. Derde punt voor Randy Brown. 3 uit 3 vrije worpen. Best. Zo. Ja, hij stond echt stil. Davis stond echt stil. En Jalen Rose schiet hem binnen. Hij werd niet gewaarschuwd en hij knalt tegen dat screen op. Maar als je stilstaat, ja, jammer. Kukoc. Naar binnen. Longley. Pippen van buiten. Schot is net te kort. Derde rebound voor Smits. Rose opnieuw. En die durft. Mullen. Mullen naar Kukoc. Rose. Stapje naar binnen. Basket zoeken. Basket vinden. Bal omhoog. Smits erbij. Niet goed. Zesde rebound voor Kukoc. Break van de Bulls. Brown van buiten. Brown mist. Rebound Jalen Rose. Best. Die is wel goed. Ja, ja en Indiana loopt weer weg hoor. Ook de bank. De bank is dus goed van Indiana. Dat is een van de dingen waar Beurt zo goed in is. Om de bank tevreden te houden. Rick Smits ging dubbelteamen. Raakte Longley kwijt. En dat is dan zijn dan dure punten. Ja, maar Antonio Davis was ook slecht in de rotatie dit keer. Rose. Die durft misschien iets te veel nu. Brown. Kukoc komt naar de kop. Mullen bij zich. Longley met Smits. Ja, hier maken ze weer gebruik van die mismatch. Kukoc is een kop groter. Maar ja, mooi gedaan. Eerste punten voor Tony Kukoc. 2 voor hem. Dus Mullen is nu eigenlijk een beetje het zwakke punt bij de Pacers. Want daar kan een lange man tegenover gezet worden. Voor de Indiana Pacers.
De Admirals ontvangen in de Amsterdam Arena de Barcelona Dragons. Zaterdag om 6:55 bij Canal Plus. Kijk eens, Jordan, Pippen en Kukoc 3 uit 20 en de rest van het team 5 uit 11. Want de Indiana Pacers daar tegenover zetten is 14 uit 27. En Jordan komt nog niet uit de verf. Layup die hij mist. Turnaround jumper die niet goed valt. Balletje naar binnen. Moeilijk. Ook mis. Nog een keer mis. Nee, Jordan 1 uit 7 zit niet in de wedstrijd. Maar toch, als ik me ergens geen zorgen over maak, is het over de scores van Michael Jordan. Op een of andere manier komt hij altijd terug. Jordan terug in de wedstrijd. Ja, de balverlies is hier duidelijk te zien. 11-4. Best. Met Steve Kerr. Smits. Best. Best is redelijk aan het ploeteren zo in zijn eentje. Wat je net al zei, misschien wil hij wel te veel. Halverwege de tweede periode van 12 minuten. Miller. Ja, aanvallende rebound is een gesloten boek vanavond voor de Pacers tot nu toe. Jordan nu met Smits. Smits onmiddellijk terug laten vallen. Doet hij goed. Harper naar Kerr. Harper terug naar binnen. Longley twee man bij zich. Longley dribbelt naar buiten. 6 seconden nog. Prima paasje van Longley. Harper is de man die de bal kan ontvangen en scoort. 6 punten voor Ron Harper. Best. En het zal toch voor de Pacers ook het parool zijn om Smits wat meer in de wedstrijd te betrekken. Antonio Davis van buiten, zijn eerste punten. Nou, maar Davis heeft niet zoveel range in zijn jumpshot, maar dit gaat toch een redelijke afstand van zijn doen. Longley, weer een goede paas. Prima paas, ja, hoor. Om Davis heen. Ja, Longley is van een lange center een goede paaser. Het was de eerste fout voor Jalen Rose. Die zien we dat nog een keer. Longley wordt naar buiten en een fantastisch paasje op Harper, die natuurlijk geen inside positie had mogen hebben. Maar goed, dat is verdedigend. Laat dan ook wel eens een steekje vallen. Maar Rodman, 5 puntjes al. Ja, meestal wint hij, scoort of rebound hij veel meer dan die scoort. Tot nu toe scoort hij meer dan die rebound. Tweede rebound voor Rose. Best naar binnen, Miller. Mooi doorgelopen, met de bal rolt eruit. Rodman heeft hem. Dat is een 5e rebound. De Pacers moeten kunnen voorkomen. Ze moeten wat doen aan die second chances, want helemaal geen rebounds pakken in de aanval. Nee. Smits met de rebound, dat is zijn 4e. En Mark Jackson terug. Prachtig paasje onderdoor en Antonio Davis. Hey. Ik zag weer Rodman, hoor. Dat die scheidsrechter daar niet op letten. Dat is gewoon clearen wat hij doet. Dan moet je meteen ook weer een technical voor geven. Iemand zijn been zo vasthouden. En Jackson, als hij ook nog gaat scoren, gaat weer naar de triple-double toe. Jordan, nee, weer niet. Niemand was voor Antonio Davis, zijn 4e. Rose, fout is voor Kerr. Nee, lopen krijgt hij. Kerr is daar niet blij mee, nee. Die is er ook niet mee eens. Nou, Kerr had toch wel positie, vond ik. Ook al liepen ze. En Rose zou er eigenlijk een beetje doorheen lopen. Rodman niet. Smits tikt de bal weg. Bulls houden balbezit.
voorlopig hoeft Bird zich niet echt zorgen te maken. Al moet hij inderdaad wat doen aan die tweede kansen. En met name dus aan de aanvallende rebound van de Indiana Pacers. Het spelletje van de ploeg uit Indianapolis steekt redelijk in elkaar. Jordan. Mooi paasje en daar staat Rodman die de bal geeft aan Longley. En die mist op het blokshot. Weer prima verdedigd, razendsnel uitgevoerd door de Pacers. Ja, je kan zo kunnen zeggen, ze krijgen een koekje van eigen deeg. Antonio Davis ja, weer. Die staat op tijd spelen hoor. Zes punten, allen in het tweede kwart. En weer lopen de Pacers weg. Het was 32-31. Mark Jackson. Ja, nou moet hij wel schieten. En dat doet hij. Hij werd gedwongen te schoten. En de time-out van Phil Jackson. Ik zou hem maar pakken als ik Jackson was. En daar is hij al. Goed gecoacht, Bergsma. Ja, want van 32-31 lopen de Pacers ineens weer weg. Klein tussensprintje. Het ontstond hier bij het blokshot van Antonio Davis. En Longley geeft daar Miller een duidelijke douw waar niet voor gefloten wordt. Dan wordt de break in gang gezet. Jalen Rose, dat was daarvoor allemaal al. Antonio Davis en Mark Jackson eroverheen met het schot. En zo lopen de Pacers weg bij de Bulls. Jackson scoort. De Pacers leiden met 38-31. NBA Playoffs, nu op Kanaal Plus. Voor meer informatie, kijk op Teletext pagina 309. De Nederlandse regisseur Ian Kerkhoff maakte een aangrijpend en chockerend portret over het decadente leven van jongeren in de jaren 90. Blijf met je poten van me af. Een indrukwekkend verhaal over seks, drugs, house en geweld. Naar de kloten. Op 27 mei kunt u kijken naar een Cinema Plus special over het festival van Cannes. De Gouden Palm, de beste acteur en de beste actrice. U ziet het allemaal in Cinema Plus. Als je eens kijkt naar de schotpercentages, dan weet je waarom het 7 punten verschil is. Want tel eens bij elkaar op. Antonio Davis, Dale Davis en Rick Smits. Dan kom je uit 10 uit 13. En zet daar tegenover Jordan, Kukoc, Pippen en Rodman. Dan kom je op 4 uit 25. 25% schot voor de Bulls. 55% schot voor de Indiana Pacers. Vandaar 38-31. En Jordan. 1 uit 8 tot nog toe. Wennington. De rebound is voor Harper, notabene. Wennington. Nou, Wennington gaat straks ook bij het rijtje mee worden geteld. Ja, Rodman pakt toch weer een rebound hoor. Het zou een team rebound zijn, maar hij is weer voor hem. Die kan zo goed die inside positie krijgen. Jordan. Pippen. Weer naar Jordan. 1 uit 8 wordt 1 uit 9. Er valt geen bal bij Jordan.
Jackson. Met Pippen. Mooi spelletje hoor. Ja, kijk die Pippen verdedigen. Ja, fantastisch om te zien. Op. Maar er wordt aan twee kanten natuurlijk uitstekend verdedigd. Bijna een aanval aan de rebound van Davis. Dit is nodig zo langzamerhand. Jalen Rose. Die trekt inmiddels zijn vierde rebound in het tweede kwart naar beneden. Binnen de laatste twee minuten. Mark Jackson. Jackson mooi afgespeeld op Smith. Bal terug. Jackson kan voor zijn vierde punt gaan. En doet dat ook. Hoor. Mooie fake. Twee keer op rij. Vier punten voor Mark Jackson. Hij zat gewoon op de kansen te loeren om iets met Pippen te doen. En hij kwam er voorbij. Paas naar Smith. Smith geeft het meteen terug. En hij gaat naar de basket. Jackson ook nog vier rebounds en zes assists inmiddels. Pippen. Wennington heeft twee keer gemist. Dat gaat er nu wel in. 1-3 voor Bill Wennington. Zijn eerste punten in de wedstrijd. Negen punten was dus de meest royale marge in het voordeel van de Pacers dat nog toe in de wedstrijd. Pacers die bij 10-3 voorkwamen, bij 10-11 tegen de achterstand aankeken en bij 40-31 negen punten hadden. Aanvallende rebound voor Antonio Davis, maar Harper neemt over. Pippen, ook niet. En daar is hij. Dennis Rodman. Fantastische doordunk hoor. Ja, je zou toch zeggen, waarom bokst iemand die verder niet uit? Maar het is gewoon niet. Men moet gewoon helpen. En in dit geval op Pippen. Nog eens naar Rodman kijken. Komt die Kees. Ja, Spits moet helpen. En niemand is er meer. Op je 37ste, 1,97. De rebound koning van Amerika. Bam. Aan de andere kant kreeg Dennis Rodman wel zijn derde persoonlijke fout. Ook niet vergeten, want dat is belangrijk. Jackson. Miller. Schotklok staat op 8. Jackson van buiten voor 3. Is te kort. Rebound is voor Harper. Harper zijn vierde. Daar gaat de break met Dennis Bennett. Wat een layup, zeg. Ik kan het nou als een layup noemen. Ja, maar toch. Van 40-31 gaan de Bulls toch met een redelijk comfortabel gevoel de rust in. Rodman staat nog even op met die doordunk. Rodman met die frummel layup. Rodman met 4 punten en met 9 totaal de topscorer van de Bulls notabene in de eerste helft. Daar komen ze nog eens op de break met Dennis Rodman. En 40-31 was het. Maar met het 9e punt van Dennis Rodman doen de Bulls vlak voor rust nog iets terug. Ze krijgen er niet genoeg van. De assist is van Scottie Pippen. En met links. En 40-37 biedt perspectief voor de tweede helft voor de Bulls. Oh yes, Your Honor. I found a new job. Geldnood dwingt de Mimoor in de zware wereld van striptease, terwijl ze bovendien strijdt om voogdijschap over haar kind. Tot overmaat van ramp verzeilt ze in een afpersingsschandaal. I believe I can help you get your daughter back. I know some things. Just give me a week. In duistere politieke kringen. Come in and meet Congressman Dilbeck. I bet that's Jared Killian. Met moord tot gevolg. Are you saying that I am in danger from a congressman? This nut is a congressman? Niemand is meer veilig, dus dansen of je leven. An angel, dear delight. De Mimoor in Striptease, deze maand op Kanaal Plus. Thank you.
for the Spalding ball handling performance of the week. Check out this crossover move by Spurs point guard Avery Johnson. Avery Johnson working right in the lane to the hoop, lays it in. Quick crossover by Avery Johnson. Shake him up left, right, get it in. Karl Malone had the move. Now it's time for a Hot Shot, where we highlight one of the best performances of the week. Looking at a narrow 2-1 lead, the L.A. Lakers' Shaquille O'Neal dazzled the Seattle Sonics defensively with 5 blocked shots. Well, offensively, he simply overpowered George Karl's club. Shaq's presence is unbelievably powerful and is prominent throughout our series. We haven't gotten control of anything in the paint. Slam dunk! Woo! Yeah, Shaq showered Seattle with slam. Shaq missed the jam, got his own, and made sure. Spin moves. Look at O'Neal. And even served up 7 assists. What a pass. Here's Blunt with the emphatic finish. The distributor, Shaquille O'Neal. Yeah, Shaquille O'Neal toyed with the Pacific Division champ, scoring 39. Overall in the series, he averaged over 30 points. Now it's time to log on to NBA.com and take a look at a pair of award winners. After guiding the Indiana Pacers to their best record ever, Larry Bird became only the 4th rookie head coach to be named IBM Coach of the Year. You know, obviously I'm very honored. I know there's a lot of great coaches in our league. I have a lot of respect for each and every one of them. You know, this thing wouldn't be possible at all if you didn't have the team and the type of players that I have. You surround yourself with good people, good things happen. After averaging 27 points and 10 rebounds, Utah's Karl Malone was named the winner of the 1997-98 IBM Award. The award was created to honor the player who contributes the most to his team's overall success and is determined by a computer rating system. The NBA also announced this season's all-defensive team. The Chicago Bulls' Michael Jordan was selected to the all-defensive first team for a record 9th time. Michael Jordan's the best defender in the league at his position. Seattle's glove, Gary Payton, makes his 5th appearance on the all-defensive team. Stolen by Payton. What a beautiful steal. Utah's mailman, Karl Malone, led the Jazz to the best record in the NBA and was selected to the all-defensive team for the 2nd time in his career. Great defense by the mailman. The Chicago Bulls' Scottie Pippen now ranks 3rd in all-time all-defensive team selections as he was picked for the 7th time in his career. Blocked by Pippen. What a play. And rounding out the list is the NBA's Defensive Player of the Year, the Hawks' Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo making his presence felt. Now it's time for our viewer email. Jukka Mailaniemi from Espoo, Finland asks, which team lost the fewest games on their way to winning an NBA championship? The answer is the 1983 Philadelphia 76ers, who went 12-1 during the postseason. After earning a first-round bye, Philly swept New York in 4 games, beat Milwaukee in 5 games, and then swept the LA Lakers in the finals for the 2nd title in the Philadelphia 76ers history.
Welcome back to NBA Action. Now, one of Minnesota's main men, who's a member of this year's USA basketball team, is holding court. He has respect of basketball people, you know, being voted on the All-Star team by the coaches, being selected for the World Games. Me and Kevin, we get Googs up, we get him going, and then once he start getting going, and that's when me and Kevin start going. Nice step in by Googs. Googliana in transition. Goes for Marbury, taps it for Garnett! Tom Gugliotta's career began in Washington, where he was recognized as one of the league's top young stars. Three-pointer, get it! Holy mackerel! Been a long time since the Bullets have had a rookie like this. But his career took a dramatic turn. Despite two solid seasons in Washington, Googs was traded to the Golden State Warriors, where his scoring average would drop 7 points a game. It was difficult because at that time, everything was in disarray. You know, basketball-wise, I wasn't happy. It was frustrating. Long feed. Oh, Gugliotta had it. He was breaking to the hole, looked away, and lost his concentration. You know, looking back, I'm glad everything happened the way it did because I think I learned a lot. I had to persevere through some difficult times, and I think I was able to do that. But after just 40 games with Golden State, Gugliotta was dumped to the Minnesota Timberwolves, where he's been a fixture in the front court ever since. Gugliotta, look at the fight. Oh, what a play. You're talking about a man who's at work. He has checked in tonight, baby. We have a player like Gugliotta who's a throwback player that will die for loose balls, that runs the floor, is extremely athletic for his size, and a player that maybe doesn't have as much flair as other people, but is a guy that does everything good. In Minnesota, Googs has teamed up with youngsters Kevin Garnett and Stephon Marbury, forming one of the league's most talented trios. Tom's driving, I'm in the back, and Steph's in the passenger side. And we're just going. Not looking back, we're just going. Gugliotta, behind the back to Garnett! Oh! I think we're learning that, you know, not night in and night out, we have to be there. We have to be threats every night. So defenses pay a lot of attention to us so we can get our guys that don't demand as much attention open shots. But when the game is on the line, Minnesota often looks to Googs to deliver. Gugliotta with the game winner. Gugliotta. Overtime. Crossover move by Penny Hardaway. 360 turn in the air, and Iverson with a jam. He can't miss. Wow, he is on fire. That was a big time move. Incredible. That was spectacular. Welcome back to NBA Action. 10, 9, 8. All right, now it's time for the top 10 plays of the week in our courtside countdown. Starting things off at number 10 is the LA Laker combination of Eddie Jones and Shaquille O'Neal. Back up at you, Ma. Whoa! Look out for Shaq! Oh, what a play! At number 9, it's the Chicago Bulls' Steve Kerr to Scottie Pippen. Oh, great play by Scottie Pippen, who comes out strong. And Pippen, are you kidding? Mid-air. Are you kidding me? Oh.
That was beautiful. Coming in at number 8, his all-star power forward, Karl Malone of the Utah Jazz. Karl Malone, tough job. They're going to count it. It's just the way he planned it. At 7 is his heirness, Michael Jordan of the Chicago Bulls. Michael around D-Bots. Oh, my goodness. At number 6, it's Antonio Davis of the Indiana Pacers. He misses the shot, but Antonio Davis follows with a jam. Spectacular finish for him. Boy, Antonio Davis. Tell you what, is this Antonio Davis or Dr. J? In at number 5, his Los Angeles Laker forward, Robert Horry. It's your right side, Horry pump fake, drives in, lands to the hole with a pack. Robert Horry is fouled and he will go to the line. Number 4 is Seattle Sonic point guard Gary Payton. Take it out of here. Shaq's fifth block. Shot clock. Payton with a deep three. Gary Payton, clutch. 3-point shot. In at number 3, once again, here's Chicago's Scottie Pippen. Brilliant with a great spin move. A whirly dervish. 360 by Scottie Pippen. In at number 2 is this hustle play by the Lakers, Eddie Jones and Nick Van Exel. Van Exel got it away for 3 and hit as the half ends. And for the number 1 play of the week, it's Lakers center Shaquille O'Neal. Shaq's got the rebound. Dribble drive Shaq. Underneath Shaq. He put it in. Wow. Chick, nobody 7'1", 315 pounds should be able to do what he just did. I'm Jim Fagan for NBA Action. See you next week. De vernietigende kracht van een tornado is overweldigend. It's got to stop. I didn't have any warning. If we knew how a tornado really worked, we could design an advanced warning system. Twee wetenschappers binden de strijd aan. We can get this new information. We can increase warning time to 15 minutes. Tegen de wetten van de natuur. We've got a touchdown! Go, 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 go! Een strijd die op voorhand verloren lijkt. We don't have a visual, repeat. We do not have a visual. Help us out here. I think you guys should get out of there. You copy? Where's my truck? I think we're going in! Duizelingwekkende special effects van de Nederlandse regisseur Jan de Bont met Bill Paxton. Joe, things go wrong. You can't explain it. You can't predict it. En Oscar-winnares Helen Hunt. You've never seen him miss this house and miss that house and come after you. Twister, deze maand op Canal+. What was it like? It was windy. Let's see how many I can fit in my mouth. You know, George, the ocean called. They're running out of shrimp. Oh, yeah, Riley? Well, the jerk store called. They're running out of you. What's the difference? You're their all-time bestseller. Yeah? Well, I had sex with your wife. His wife is in a coma. Het zal je maar gebeuren. Seinfeld, elke zondag rond 8:15 op Canal Plus 1.
U bent terug in het United Center in Chicago. Waar de Chicago Bulls 3 punten achter staan bij de rust. En Kees weet dan altijd wat de cijfertjes ons leren over de eerste helft. Nou, wat zullen we zeggen? De Pacers die schieten dus een stuk beter. Ze rebounden beter. En er zit dus een enorm verschil in de vrije worpen. De Pacers schieten dus 19 op 39. Dat is 49%. De Bulls schieten 12 op 44. Dat is maar 27%. Maar goed, het grote verschil, dat komt dus in die vrije worpen. En de Pacers gaan dus maar 1 keertje naar de vrije worplijn. Terwijl de Bulls 18 keer gaan, waarvan ze 13 keer raak schieten. Dus wat dat betreft, dan moeten de grote jongens wat meer hun best doen in het 3-seconden gebied. Jordan is goed voor 1 uit 9. Nou ja, goed mag je tussen hele grote aanhalingstekens zetten. En de andere mensen die heel slecht schieten, dat zijn Tony Kukoc 1 uit 7 en Scottie Pippen 1 uit 8. Je zet daar dan de lengte van de Pacers eens tegenover. Rick Smits 3 uit 5, Antonio Davis 3 uit 3, Dale Davis 4 uit 5 en dat is ook meteen de topscorer van de Indiana Pacers in de eerste helft met 8 punten. Reggie Miller had er 7, die schoot 3 uit 7. Ja, de Bulls zullen dus ook beter moeten gaan schieten. Ja, ze schieten ondanks dat ze zo slecht schieten wel nog veel meer dan de Pacers zelf. Dat komt ook door dat enorme balverlies. 13 keer balverlies, dus dan schiet je ook een stuk meer. Dus dan kan je schotpercentage ook omlaag gaan. Wat verder nog opvallend is, is die rebounds natuurlijk. Wennington en Longley, die twee grote kerels, die hebben samen nog geen rebound gepakt. Maar het derde kwart waar Chicago zo onbekend is, dat ze daar altijd goed zijn, dat komt er dus aan. Dus het is oppassen voor de Pacers. Ja, maar toch ook, Kees, 0 rebounds voor Longley, 0 rebounds voor Wennington. Het zegt toch wel iets over het feit dat de Bulls absoluut niet in goede doen zijn, hè? Nou, het zegt in ieder geval, vind ik, als je zo de wedstrijd bekijkt, dat de Bulls die doen wel meer heel slecht aanvallen. Maar ze blijven dus goed verdedigen. Dat zie je ook aan die 13 geforceerde balverlies. Dus wat dat betreft, ik zou me niet zo'n zorgen maken over de Bulls. Goeie paas, Harper, mooie fake. Schotje van Harper is goed. Dat is heel mooi en heel bescheiden uitgespeeld van Harper. Niet fancy zoals ze dat noemen. Gewoon rustig. Mooie score van Harper. En de steal van Jordan. De score van Jordan. Zo kennen we de Chicago Bulls weer. De gelaatsuitdrukking van Jordan. Kijk, Chicago 1 punt voor. Maakt uit of je geen rebounds pakt. Het gaat om de wedstrijd winnen. Jordan met de rebound, Jordan met de lange paas. En de score met de fout van Mellon is van Ron Harper. 10 voor Harper. Jordan had hem. En net op dit moment wordt bekend dat Jordan waarschijnlijk de nieuwe MVP wordt van het afgelopen jaar. Want morgen is er een persconferentie in Chicago over Michael Jordan. Dus ongetwijfeld zal Jordan de most valuable player van het afgelopen seizoen worden. Kijk eens, het tongetje uit de mond, de steal en de score. Jordan en de Bulls are back in the game. Nog een keer. En die fantastische outletpaas. En goed van Pippen, goed wachten op Harper. En een stomme fout natuurlijk van Mullen, die hem in zijn rug duwt. De rust duurde ongebruikelijk lang. Dat heeft alles te maken met het feit dat in de rust de zogenaamde draft lottery werd gehouden. En de Los Angeles Clippers zijn degene die in de draft het eerst mogen gaan kiezen. Dus de Clippers winnen de draft lottery. Dan winnen ze in ieder geval nog iets dit jaar. Vandaar die langere rust dan gebruikelijk. Ja, dat wordt dus misschien Antoine Jamison naar de LA Clippers. Ja, je hebt niet echt spelers die heel erg verschrikkelijk uitblinken. Fout is voor Harper. Nee, een Tim Duncan of een Kees van Horn zit er niet bij. Nee, die zit er dit jaar niet bij. Antoine Jamison en Vince Carter van North Carolina gaan allebei.
Dan Gedzurich, overigens, werd ook nog even genoemd als mogelijk speler die vroeg naar de NBA wilde. De Nederlandse jongen die tijdens de HBW een debuut maakte, een kortstondig debuut maakte in het Nederlands team. Gedzurich echter gaat naar UCLA en niet naar de NBA. Ik denk dat dat een verstandige keuze is van de nog jonge Gedzurich. Een hele verstandige keuze. Eerste rebound van Luke Longley. Dat jongen heeft absoluut nog niets te zoeken op dit niveau. Is nou, dat lopen? Ja, dat is een aanvallende fout. Nee, dat is lopen, kom op! Hallo, mogen we dan met 14 passen naar dat ding? Is dat de nieuwe Akenboomregel? Nee, ik zag een aanvallende fout. Kijk, over aanvallende fouten gesproken. Jackson. Smits. Krijgt een tik in zijn gezicht volgens mij. Smits mist. Rebound is van Pippen. Bulls in overdrive. Jordan. Nee, rolt eruit. Tweede rebound van Longley. Dat was een slordigheidje van Rick Smits. Dat mocht niet voorkomen natuurlijk. Iedereen zag dat Jordan ging schieten, dus hij moet naar zijn man kijken. En niet naar die bal. Ja, de verdediging. Waar had je het ook alweer over het Van Meers, het derde kwart van de Bulls. Ja, ik denk dat Bird naar een fulltime uitgaat. Jordan met 10 punten, Harper met 10 punten. Zij zetten de Bulls op 7 punten voorsprong in het vierde kwart. En de Pacers wachten nog steeds op hun eerste score. Oh. That's a pretty girl, that's such an ugly swing. Remember, this game's about trust, touch. Letting go. Hi, darling. Hi, honey. Oh, no, not him. You got it bad, huh? Something about that chick. I take it you're a feminist. No one's ever saddled me with that one. Well, you might try being saddled sometime. Smell of leather, sting of a whip. Yes! She must think I'm such a loser, lousy driving range pro. Hello. It's an easy game, this golf. It's gotta be the woman. I thought you said it was a virus. Well, a woman can have the same effect. I think I'm in love with you. What? Een verhaal over liefde, jaloezie en heel veel golf. Met Kevin Costner en René Russo. De romantische comedy Tin Cup. Zaterdag 23 mei op Canal Plus 1. Jordan komt terug in de wedstrijd met de Bulls. Jordan staat inmiddels op 10 punten nadat hij in de eerste helft 1 uit 9 schoot. En het is niet alleen hij die de Bulls terugbrengt, maar ook Longley die nu wat meehelpt. Maar Jordan was vooral goed in de verdediging. Hier zegt Scottie Pippen, geef mij die bal maar Rick Smits. Dit is Jordan. Ja, en zo kennen we hem weer. Ik zei toch al dat je geen zorgen hoeft te maken over Michael Jordan. 3 uit 12. Daar win je volgens mij geen Olympisch diploma mee. De Pacers moeten scoren. 7 punten achter. Ja, de Pacers die stonden 40-31 voor.
En het is dus nu 40-47. Dat is een 16-0 run voor de Bulls. Blok van Smits. Dank u. Niet zo slim van Longley. Gewoon om blind omdraaien en tegen een 2,24 meter lange speler een schot gaan nemen. Oeh. Je zit er strak in, zeg. Miller. Eindelijk. De Bulls krijgen weer wat tegenspel. 3 punten van Reggie Miller. Maakt 10 totaal voor Miller. Jordan. Jordan met Miller. Jordan. Mullen er ook nog bij. Paas naar buiten. Pippen krijgt de bal terug. Jordan omhoog. Jordan scoort. 3 uit 12 wordt 4 uit 13. Zes uit 7. Ja, Smits gaat de lage post in. Eentje raak maar. Via de handen van Longley. Jackson geeft telkens zijn spelletjes aan. Dat is duidelijk voor een point guard. Maar hier nog even die fakes van Jordan en wegspringen. Prachtig camerawerk. Mullen staat nog steeds droog. Miller. Voordat de zoomer ging. Toch 2-3 punten achter elkaar. Dat bedoel ik. 13 voor Reggie Miller. Ja, en de Bulls hebben nog geen 3 punten gemaakt. Lovely. Bal rolt eruit. Jackson heeft hem. 5e rebound voor Mark Jackson. 3 punten van de Bulls is dus 0 op 4. Mullen. Nog geen punt. En de volgende missen. Longley met zijn 3e rebound. Pippen houdt even in. De bal van Harper rolt er helaas uit, maar hij mag naar de vrije worplijn. Fout is voor Rick Smits. Wat een lange seconde was dat, maar hij was weg. Prachtige driepunter, zeg. Harper naar de vrije worplijn. Smits een 2e fout. Just net. 11 voor Ron Harper. 5 uit 7 gaat dus niet mee in de malaise van Pippen, Jordan en Kukoc, waar het slecht schieten in de eerste helft betrof. Jordan herstelt zich zeker. Harper mist dus weer Longley en zijn 3e fout van Smits. Oeh, Rick. 2 hele snelle fouten voor Rick Smits en wat nog erger is, er kan telkens op worden gescoord. Ik ben benieuwd of die blijft staan. Lang niet. 7e punt. Jackson denkt. Ja, net na die time-out van Beurt kreeg Rick Smits meteen de bal in de lage poot. Ze willen per se dat Smits in die wedstrijd komt. Ja, dat moet ook. Want dat hebben ze nodig. Kijk eens, Pippen nu bovenop Mark Jackson. Dat is ook een hele slimme truc geweest van Phil Jackson. Om Pippen op Mark Jackson te zetten. Steal! Kijk, Jackson heeft het moeilijk. Harper! Ron Harper, 13 punten. En met Pippen tegenover Mark Jackson wordt de aanval van de Indiana Pacers behoorlijk verstoord. Nu krijgt Pippen de fout. Hij zat maar heel even aan Jackson, maar hij krijgt wel de fout. Dat is zijn eerste. Kijk hoe Miller daarvoor moet werken. Fantastisch verdedigend werk, hoor. Dat had alles te maken met dus Scottie Pippen, die het zo moeilijk maakte voor Mark Jackson om die paas weg te krijgen. Ja, steeds. Nog steeds. Hij staat er bovenop. Nu komt Mullen helpen. Mullen met Jordan. Smits. Nu naar binnen, nu omhoog. Weggetikt door Pippen. Nog een keer terug. Smits nog een keer. En nu maakt hij lopen. Ja. Indiana krijgt de aanval niet meer op gang. En dat heeft alles te maken met het feit dat Scottie Pippen uitermate sterk staat te verdedigen tegenover Mark Jackson. Daar ligt de initiële fout. Ja, wat denk je van Jordan tegen Mullen? En wat denk je van 17 tegen 6 turnovers?
Jordan. Nee, Smits met de rebound. Zijn vijfde. Jackson. Kijk, Pippen zit er weer bovenop. Kijk die Pippen verdedigen. Mullen. Ziekenhuispaasje. Miller naar Smits. Smits paast recht in de handen van Pippen. Pippen doet verschrikkelijk goed verdedigend werk. En leuk, en Jordan. Baby dunkje. Drie man vrij op de basket. En een time-out voor Bird. Ja, hij moet wel, anders gaat de wedstrijd volkomen aan hem voorbij. Het fameuze derde kwart van de Chicago Bulls leidt tot 10 punten voorsprong voor O'Michael en zijn neefjes. The Rock, he's the most famous and was the most feared prison ever built. Is it really true that there's never been an escape? That's true. From 1936 until 63, when the prison closed, there were 14 attempts. No one is believed to have made it to shore. Alive. Toeristen worden gegijzeld in Alcatraz. Tour is over, Bob. Een reddingsactie faalt. Maar één duo kan de klus klaren, hoewel ze niet echt vrienden zijn. What do you say we cut the chit-chat? A-hole! You almost got me killed twice. But I can defuse the rockets. I really can. But I'm gonna need your help. I'm gonna need it right now. Sean Connery en Nicolas Cage in The Rock. Deze maand op Canal Plus. Op zaterdag 30 mei organiseert Canal Plus voor haar abonnees een geweldige Amsterdam Admirals Dag. 50 abonnees kunnen samen met de spelers trainen in een trainingskliniek. Vervolgens gaat u naar de American Football Pre-Game Party en de Pre-Game Show. En tenslotte bent u live aanwezig bij de wedstrijd Amsterdam Admirals Rhine Fire. Om bij deze dag aanwezig te zijn moet u antwoord geven op de volgende vraag. Op welke plaats eindigde de Amsterdam Admirals vorig jaar in de NFL Europe? Bel snel 0909-300-4500. Uit de goede antwoorden zullen de winnaars worden getrokken. De gelukkigen krijgen automatisch thuis bericht. Doe mee en win een dag met de Amsterdam Admirals. De NBA Playoffs. Kijk op teletextpagina 309. Het is een 6 tegen 25 run voor de Chicago Bulls. Want ze komen van 40-31 en stomen door naar 46-56. Hier die paas van Smits. Dat is meer de uitstekende verdediging van de Bulls. Kijk eens, ja. Het voortdurend dubbelteamen. En Pippen die enorm goed staat te verdedigen momenteel. Ja, snelle handjes, hè, hebben ze allemaal. Maar vooral Jordan en Pippen hebben snelle handen. Harper heeft ook hele lange armen. En ze zijn dus groot, hè, voor guards. Harper is een guard van 1,98 met hele lange armen. Het is Pippen, hoor, die nu de doorbraak forceert. Ja, de verdediging van Pippen. En nu heeft Bird gezegd tegen Mullen dat hij wat meer moet komen helpen. En ook Davis zakt wat uit, zodat er wat meer screens komen voor Jackson. Jackson naar Smits. Mullen, Jackson. Ja, ze schakelen dus Jackson voor een gedeelte uit. Smits, ja? Smits voor een groot gedeelte. 18e turnover. En Mullen schakelt ze totaal uit. Dit is goed gespeeld. Jackson scoort. 6 punten voor Mark Jackson. Die ik voor de triple-double in de gaten zou houden. Nou, Jackson heeft 6 punten, 6 rebounds en 6 assists. Jordan 14 punten, 3 rebounds en nog geen enkele assist. En hij schiet nu 5 uit 16. Ja, de taak van Reggie Miller, die moet toch de hele tijd Jordan verdedigen. En die slaagt er toch wel in af en toe te scoren. Mullen. Jackson.
Kijk, die Smits werken voor positie met Longley in zijn nek. Jackson over Pippen heen, Longley met de rebound. Pech voor Jackson. Longley 0 rebounds in de eerste helft, nu 4 in het derde kwart. Pippen. Pippen langs Smits. Maakt een knieval voor Smits. Dat zal de bedoeling niet zijn. En het hoeft ook niet gezien het spel van de twee. Kukoc. Oh, mooi. Van rechts overgenomen naar links. Een vliegend jumpshot. Maar dit is allemaal individuele klasse. Smits durft dat schot niet aan. In eerdere wedstrijden wel. Nu houdt hij gewoon in. En juist nu moet hij schieten. Fout is voor Michael Jordan. Zijn eerste. Die actie van Kukoc nog even. Moeilijkheidsfactor is hoog hoor. En hij klaagt. Hij wil een fout. Smits, bal kwijt. 19e turnover van de Indiana Pacers. 8 voor de Chicago Bulls. 19 turnovers, Kees, dat is wel heel hoog. Hè? Ja, het zegt alles van die verdediging van de Bulls. 5e rebound voor Luke Longley, die nu rebound en in ieder geval opstaat. En de time-out is voor de Chicago Bulls. 19 om 8 turnovers. Dat zegt inderdaad alles over het goede verdedigen van met name Scottie Pippen. Goh, wat pakt hij uit en wat maakt hij het Mark Jackson moeilijk. En wat heeft hij kennelijk pijn nu. Ja, wat dat is, valt mee. Wat is heel belangrijk is dat die aanval van de Pacers, wat tegen New York wel lukt, dus absoluut niet lukt, dat Mark Jackson die bal inbrengt. Maar die stond toen tegen kleine guards en nu tegen grote guards. 11 steals verschil. Kijk eens, aanvallende rebounds. 4 om 12. En uit die turnovers maakt Chicago 20 en Indiana pas 8 punten. Dat zegt alles over de verdediging. En Jordan, maar vooral dankzij Pippen. Het zal ook lastiger in beeld te brengen zijn de goede verdediging van Scottie Pippen dan het kunst- en vliegwerk van Michael Jordan. Maar Pippen, die deed het. Longley, als dat er ook nog eens overheen valt, 10 punten voor Luke Longley. Smits is inmiddels aan de kant. Rebound voor Rodman. Zijn achtste. Jordan heel snel en heel hoog. Michael Jordan. Alsof ze een lift daar uit de vloer laten zakken. Zo hoog komt hij opeens. Mullen. Een moeilijke bal hoor. Ja, die wil een fout mee, maar die krijgt hij niet. Eerste punten pas voor Mullen. Goh, wat een hoge dunk van Jordan zeg. En Longley weer van de buitenkant. Nu niet goed. Rebound is voor Dale Davis. Die na die vlotte 8 punten in het eerste kwart volledig is stilgevallen. Mullen. 20e turnover. Mullen zegt het is de voet van Jordan die hem het laatst aanraakt. De scheidsrechter zegt jij deed het. En het is de 20e turnover al voor de Pacers. Harper, Longley, Harper, rust nu bij de Bulls, goede aanval opzetten, het schot van Kukoc en de rebound van Antonio Davis. En kijk eens aan, de volgende steal en de fout van Antonio Davis ten opzichte van Dennis Rodman en voor Davis is dat zijn derde. 21ste turnover voor de Indiana Pacers, het is nogal wat. En hier komt hij, die superhoge van Jordan. Kijk eens. Ho, hij kijkt bijna in de ring. Het is wat je zegt, het is een fantastische actie. Kijk eens even.
Ja, alsof hij met een lift uit het plankier komt. Onvoorstelbaar zo hoog. Goed voor 31,2 punten gemiddeld tot nog toe in de playoffs. Michael Jordan. Gewisseld inmiddels en Rodman doet wat hij anders nooit doet, namelijk scoren vanaf de vrije worplijn. ...61 op 111 was hij tijdens het reguliere seizoen. En daar schiet hij een nog hoger percentage. 14 punten verschil inmiddels. Ze moeten oppassen, maar de druk op de point guard is zo groot. Flinke fout hoor. In de rug van Antonio Davis. Je ziet hoe belangrijk Mark Jackson is voor dit team. En die wordt zo onder druk gezet dat hij de ballen verliest. Vierde fout voor Dennis Rodman. Antonio Davis op de vrije worplijn. Ja, hier de man die het zo vreselijk moeilijk heeft. Omdat hij door deze man verdedigd wordt. En hier is Scott Burrell. En Longley mag gaan zitten. Die is in het derde kwart ook een tandje hoger gaan spelen. Maar je ziet ook, ze zitten daar gewoon een vent van 2 meter voor en iemand van 2,18 erin. Maakt niet uit bij de Bulls. Desnoods gaat Rodman bijvoorbeeld Rick Smits verdedigen, die nou niet in het veld staat. Ze proberen gewoon van alles, ze doen gewoon van alles. Lopen voor Scottie Pippen door een slechte paas van Burrell. Dat maakt 21 om 9 turnovers. En nog maar eens recapituleren. Bij 40 tegen 31 had Indiana zijn grootste voorsprong. Dus is het sindsdien 10 tegen 33 voor de Bulls. Blok van Pippen, daarvoor krijgt hij een fout. Toch was er weer hulp. Zijn tweede fout. In eerste instantie had niemand door dat Jackson zijn man voorbij was en via de baseline ging. Maar toch kwam er op het laatste moment nog even hulp. Even nog de richting aangeven. In de juiste richting. Hij heeft het, uit deze cijfers blijkt dat, altijd moeilijk tegen de Chicago Bulls, Mark Jackson. Kijk, richting aangeven en dan kan hij pas schieten. En als de ontwikkeling in deze wedstrijd ons niet bedriegen. Ja, we pakken de Bulls wedstrijd heen. Het stabiliseert een beetje. Het blijft rond die 10 punten hangen. Kan nou binnen de 10 punten komen. Ja, dat zou goed zijn. Jackson, Miller. Fout van Kukoc. Jammer. Hoopte er nog een 3-punt spelletje uit te slepen. Fout voor Kukoc is een tweede. Met 2 vrije worpen van Miller kan het 8 punten verschil worden. En dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Behalve natuurlijk dat je tegen deze goed verdedigende Bulls dan wel 8 punten achterstand eerst moet wegwerken. En dat zal zo makkelijk nog niet zijn. Wat mij ook toch erg opvalt is dat de Pacers er eigenlijk helemaal niet in geslaagd zijn, Kees, om Rick Smits erbij te betrekken. Nee, ja, dat komt omdat Mark Jackson zijn favoriete spelletje niet kan spelen. Die dan een laag in die post gaat. En Smits die grote center mee naar beneden trekt. Maar Mark Jackson kan niet opposten. Doordat Harper en Pippen hem verdedigen. Ja, en hoe? En dit reboundverschil zegt ook veel hoor. Of dit, bedoel ik, vrije worpenverschil. Rodman. Als je weinig vrije worpen
tegenkrijgt, dan heeft het altijd te maken dat je niet onder de basket scoort. Dat je het eigenlijk van afstand alleen maar probeert. Rodman heeft toch ook weer 12 rebounds hoor. Kerr over de hele, binnen de lijn, Harper. En de fout gaat naar Kukoc, zijn derde. We hebben het er al een paar keer over gehad. Wij hebben het er al over gehad, Kees. Ik heb het er met Ton Botel over gehad. Hier is Dick Harter, de defensive brein zeg maar, van de Indiana Pacers. Maar de best verdedigende ploeg zal het verst komen in de NBA playoffs. Ja, en zoals het er nu naar uitziet, is dat, blijft nog steeds Chicago. Doordat je drie van die fantastische verdedigers hebben. Rodman, Pippen. En ze maken het die guards zo moeilijk. Ze kunnen dus het spel van de tegenpartij ontregelen. Dus ze andere dingen moeten gaan doen dan ze normaal in die 82 wedstrijden in het seizoen doen. Nu ook een press van de Pacers, zowaar. Althans iets dat op een press gaat lijken. Rodman. En Rodman wordt ook nog wel eens onderschat. Is een hele goede passer. Morel naar binnen, naar Kukoc. Tijd. Hallo, tijd. Juist Kukoc met het schot. Miller die de bal aan kan raken en iedereen wijst. Het Salomons oordeel wordt in het voordeel van de Bulls beslecht. En terecht, Miller kloopt de bal uit. Nog een wissel bij de Bulls. Hier is Judd Bushler. Was wel grappig, op zaterdag liet Phil Jackson zijn starters tegen zijn tweede team spelen. En toen won het tweede team het onderlinge partijtje onder aanvoering van die Judd Bushler. Op de training in Deerfield, vlak buiten Indianapolis. Wat zeg ik, vlak buiten Chicago natuurlijk. Miller voor drie, jammer dat die bal niet valt. Het was zo aardig voor de wedstrijd geweest. Kukoc nog een keer. En de Bulls gaan comfortabel het derde kwart uit. Het fameuze derde kwart met 10 punten van Michael Jordan levert 57-64 op. Maar dat betekent nog niet dat de wedstrijd is gespeeld. Morgen op Kanaal Plus 1 om 8 uur actueel buitenlands voetbalnieuws in ons wekelijks magazine Voetbal Plus. Onze première film heeft wel iets weg van de Nederlandse succesfilm Zusje, maar Guy is in een moderner jasje gestoken. Om 9:05 worden er wel erg vreemde tafelmanieren op nagehouden in The Last Supper. Hey, what are you doing, Zach? Om 10:00 kunt u kijken naar een nieuwe aflevering uit de spannende actieserie Once a Thief. Als je weet dat er een bom op de startbaan ligt en niemand wil je geloven, wat dan? Dit is het probleem in Midnight Flight om 10:55. Om 10:50 Generation X, de op de gelijknamige strip gebaseerde fantasyfilm. Dit zijn de programma's morgen exclusief op Kanaal Plus. Clean, abundant energy. Als men uit water energie weet te halen, holy shit, we did it. Slaan de stoppen pas echt door. There are many threats to our way of life. And not all of them wear uniforms. Look, I gotta go. Keanu Reeves staat onder hoogspanning. I'm your friend. In Chain Reaction. War. I've got it. Morgan Freeman. You'll have to trust me, Eddie. Just like Alistair. Keanu Reeves. I'm sorry, Eddie. Vrijdag 15 mei, 9:30. Yeah, that was the deal. In Monaco zijn inhaalmanoeuvres bijna onmogelijk. Kunnen de ingenieurs en teambazen op het stratencircuit de race beïnvloeden? De grote prijs van Monaco op 21, 23 en 24 mei. Do you have any books on aviation? Will this be for jet planes? Are those the ones with the spinny things? No, those are the ones with the whoosh. Drop the knife! Drop the knife or I'll blow your head off. It's a cordless drill. Sorry.
Ook in mei brengt Canal Plus u weer leuke series. Elk weekende rond 8 uur. We hadden het al over de turnovers. En dit is de break vlak voor tijd met Miller. En kijk, waarom niet naar Rose? Ja, en het hele stadion roepen om lopen, want Miller maakte natuurlijk lopen, zoals zo vaak. En waarom gooit hij hem niet naar Rose? Want dan is het 5 punten verschil. Nu 7 bij 57-64, 22 om 11 turnovers in het voordeel van de Bulls. Maar ik weet wel waarom hij niet naar Rose gooide. Ik ben ook een schutter geweest. Soms heb je meer vertrouwen in je eigen schot dan in de lay-up van je teamgenoot. McKee worstelt en komt niet boven, want daar is Dennis Rodman, de onverbeterlijke rebounder van de Bulls. Onvoorstelbaar wat een man naar beneden trekt, want je zei al, Kees, als iemand positie kan kiezen, dan is het Dennis Rodman. Onvoorstelbaar. Jordan met Rose. Nee. Ja, en één scoren. En het is 5 of 4 punten verschil. Want de Pacers zijn taai. En dat heeft ook te maken met hun verdediging. Pippen staat er niet in. Brown staat nu bij Travis Best. En die valt. 5 punten. Alleen Jordan is de man van deze 5 op de vloer die normaliter scoort. Burrell. Nee, is niet goed. Fout voor Rodman. Dat is zijn 5e. Ja. 5e fout. Daar valt Jackson de mond van open. En van de bank komt Dickie Simpkins notabene. Snappen wij dit, Kees? Dickie Simpkins is een goede rebounder. Ho, we hebben Longley, we hebben Wennington nog zitten. Simpkins staat er nu, Randy Brown staat er nu. Wennington staat er, Burrell staat er. Dat zijn geen scorers, geen van allen. En Rose gooit hem wel binnen en het is een 3-puntwedstrijd. Ik snap de meet, ik snap er niks van wat Phil Jackson doet. Maar ik heb ook 10 keer minder verstand van basketbal dan hij. Maar dit snap ik niet. Heb Jordan nog op het veld staan? Ja, maar met alle respect, dat is ook zo ongeveer de enige. Burrell gooit hem wel binnen. Maar het is pas zijn eerste score in de wedstrijd. 2 punten voor Scott Burrell. Pippen heeft maar 2 fouten. Waarom zou je die niet blijven laten verdedigen? 61-66. Jackson nog wel 5 punten voor met zijn Bulls. My team is dead! Thriller-expert Brian De Palma doet de razend populaire reeks uit de jaren 60 over. En maakt er een superhit van met een superster. You can understand you're very upset. Kittredge, you've never seen me very upset. Tom Cruise in Mission Impossible. Deze maand op Canal Plus.
De NBA Playoffs, nu op Kanaal Plus. Voor meer informatie, kijk op teletextpagina 309. De Bulls schieten trouwens nog wel steeds 35%, maar daar staan ze wel mee voor. 24 uit 68. Daar waar de Pacers 25 uit 55 schieten. En Pippen heeft dus last van zijn oog en daarom zal hij waarschijnlijk zitten. Als hij hier de tik krijgt van Smits... Dan is het een harde, want hij was meteen weg op de break zonder naar zijn oog te grijpen. Pippen is terug. En... Die derde rij cijfertjes toch wel goed hoor. 4 steals, 6 assists. Scoren valt wel tegen met 4 punten. Ja, het schotpercentage helemaal mooi. Best, dat is goed voor de wedstrijd. Travis Best, 6 punten. Want ja. Het is echt nog steeds een wedstrijd hoor. Kijk maar, 3 punten verschil met nog dik 9 minuten. Burrell. Wennington komt omhoog, maar bedenkt zich halverwege. Randy Brown. Daar is Wennington wel. Burrell. Jordan. Jordan met Jalen Rose. Goed verdedigd van Rose. Ja, Rose maakt het moeilijk. Probeert hem te denyen. Oftewel te proberen dat Jordan de bal niet kan krijgen. Ja, en zo. Dat is de beste manier om Jordan uit het spel te halen. Om te zorgen dat hij de bal niet krijgt. Ja, nog steeds depressie. En McKee is een goede speler om er dan bij te hebben. En voor het schot. Brown eruit en Keur erin. 3 seconden nog. Pippen neemt de bal in. Wennington steekt over. Het wordt Jordan. 2, 1, nee. Ja, en Rose zat heel mooi bij dat schot hoor. Wil Jordan een fout? Nee, het is 24 seconden overtreding. En Jordan moet niet zeuren. Want Rose ging echt hoog mee met Jordan op dat jumpshot. Hij maakte het moeilijk het schot. Kijk maar. Natuurlijk dat Jordan een fout. Ja, hij heeft gelijk. Hij raakte zijn arm aan. Hij heeft gelijk. Jordan heeft gelijk. Ik neem alles terug. Rose met Jordan aan de andere kant. In omgekeerde volgorde. Wat betreft taken. Travis Best weer. En goed. De follow-up van Dale Davis. En het is een 1-puntwedstrijd. 55. Wat zeg ik? 65-66. Zonder Smits binnen de lijnen. Kerr. Jordan. Jordan met Rose. Jordan omhoog. Oeh, fout van McKee. Dat is duur, want het is 4e fout van McKee. En Jordan gaat naar de vrije worplijn. Jordan op de vrije worplijn. 18 uit 25 de Bulls vanaf de vrije worplijn. 8 uit 11 de Pacers. Dat is nogal een verschil. Maar Beurt heeft dus lange mensen erop gezet. 2 meter 3, Rose op Jordan. McKee met 2 meter 8 op Pippen. Dat is toch een leuk strijdplan, denk ik. Morgen ook live op Kanaal Plus natuurlijk. Wedstrijd 2 tussen de Utah Jazz en de LA Lakers. En ook wedstrijd 2 tussen de Bulls en de Pacers is live te zien. In de nacht van dinsdag op woensdag. Live te zien op Kanaal Plus 2. McKee. Met Burrell. Antonio Davis. Goed gedaan. Sterk naar de basket gegaan. Zonder eigen kans. De derde fout. Voor Pippen. En zonder eigenlijk kans te hebben op een basket te maken, maar gewoon je in die richting van die basket slingeren. Was dus de derde fout van Luke Longley. Maar derde fout klopte altijd, want voor Pippen was het ook zijn derde geweest. Dankjewel. En nou is het moeilijke deel van het verhaal, de vrije worp te maken. Ja, zeker voor deze Antonio Davis.
Zijn belangrijke vrije worpen voor Antonio Davis. Twee keer mis. Dat kan eigenlijk niet in deze situatie. Vrije worpen moeten zekere punten zijn. Jordan schiet ze feilloos raak. Antonio Davis mist ze feilloos. Jordan! 20 voor Jordan all the way. Alsof er geen verdedigers staan. En in plaats van dat die twee vrije worpen raakvallen, wordt het afgestraft aan de andere kant. En is het dus 4 punten. Zo duur is dat. Rose. Dus ze proberen hem naar binnen te breien die bal. Goeie rebound van Davis. Ja, maar die bal komt tegen de zijkant van het bord aan en moet de ring raken, dus 24 seconden overtreding. Prachtig overleg, twee assistentcoaches achter de rug van Burton. Het strijdplan bespreken. Harter en Carlisle. Jordan had 6 punten in de eerste helft en staat nu op 20. En dan komt hij weer. Oh, door. Oh, 22. En nog met een fout van Rose. Dus hij krijgt nog een bonus ook. Kijk eens. Is it a bird? No, it's a plane. Ja, natuurlijk. 23 voor Jordan. 8 punten weer. Oppassen, ja. Schil loopt op. Aanvallende fout. Ook dat nog. Dale Davis krijgt hem. Ja, illegal screen. Zijn vierde. Kijk eens. Ja, er staan er 4 man bij te kijken. Kerr voor 3. Die er overheen? Nee. Dale Davis. En Jackson. Best. Krijgt Kerr een fout. Kamikaze-actie van Travis Best. Ik wou zeggen, en Jackson die begon met vreemde wissels. En die zijn ploeg plotseling weer op de rails heeft staan. Ja, stiller kan hij niet staan. Maar voor de wedstrijd mag het wel. Vond jij van niet? Ja. Hij stond stil. Alsof hij in beton gegoten was dan. Misschien is dit dan een vorm van gerechtigheid. Nog eens. Hij bewoog iets, maar jeetje mina. Ja, hij beweegt een heel klein beetje en dan is het afwachten. Best. 1 uit 4 vrije worpen. Hè? Laten we dat even in de gaten houden. 7 punten voor Travis Best. Pippen. Jordan. Kerr steekt over. Maar waarom zou de bal naar een ander moeten als hij in handen van deze man is? Als hij in handen van deze man is die hem eroverheen mikt. En dan heeft Burrell wel de rebound, maar die gooit hem rechtstreeks in de handen van zijn tegenstander. Nu moeten de Pacers scoren. Smits is terug en vraagt onmiddellijk om de bal. Maar krijgen ze eindelijk Smits betrokken in de aanval? Best, wat doet hij? Dat is toch helemaal niet nodig, dat schot? Jordan had een rebound. Dikke 6 minuten nog. 7 punten. Pippen. Smits is heel ver weg. Dat betekent dat Longley open staat. En Smits is onmiddellijk terug voor de rebound. En Burrell. Nou is dat bal vast hebben. Smit zegt zeer terecht. Hij klept mij af en ik denk inderdaad ook dat de fout naar Burrell toch nog gaat. 66-73. Er moet wat gebeuren bij de Pacers. Yeah.
Mens en dier ontmoeten elkaar op 's werelds mooiste plekjes. Reis de wereld rond met de documentaires van Canal Plus, ook in mei. Er komt een tijd waarin elke ervaring zal kunnen worden opgenomen en doorverkocht. I am your main connection to the switchboard of the soul. Santa Claus of the subconscious. You say it, you think it, you can have it. It's all doable. No, I hate the zap. When they die, it just brings down your whole day. Give us the tape right now. This is your life. Right here, right now. No more games. You have to get out of here now. She doesn't love you anymore. Stop trying to save me. Just give up on me. Dromen worden realiteit met Juliette Lewis in Strange Days, vrijdag 22 mei, Canal Plus. De Admirals ontvangen in de Amsterdam Arena de Barcelona Dragons. Zaterdag om 6:55 bij Canal Plus. You got a wet spot? Let's go! Right here. You missed the spot. Thank you. Het was toch een fout van Scott Burrell en geen sprongbal zometeen, maar eerst maar eens kijken naar deze aanval. Kijk, Davis komt omhoog. Maar Best houdt die bal bij zich en kiest dan voor die lange jumper. Ja, een slechte aanvalsoptie. Maar Beurt laat hem wel staan. Jackson blijft zitten, zoals Rick Smits heel lang gezeten heeft. Ja, bij Beurt moet je het goed doen of je moet gewoon een strafje door op de bank te zetten. Het is 24-13 turnovers. Dat cijfer toch ook nog maar eens een keer noemen. Miller mist, rebound Jordan. Rodman, fout van Best. Zijn derde. Bulls schieten 35%, de Pacers 45, Pacers 27 uit 60, de Bulls 26 uit 74. En op de vrije worplijn is het 9 uit 15 voor de Pacers en 21 uit 29 voor de Bulls. Nou, is inmiddels 21 uit 30 geworden, want Rodman miste zijn eerste en dan miste zijn tweede. Verteld, Kees. Oh, ben je zo scherp vanavond? Ja. Maar dat weet je ook, want je weet dat ik alles bijhoud. Ja, zonder meer. Een one-man scouting machine. Ik dacht dat Rodman de time-out had aangevraagd, maar dat is dus kennelijk niet het geval. Kortom, dan gaat de bal naar de andere partij als hem niet snel genoeg inneemt. 7 punten. Hier is Jackson. Hier is McKee. Fout voor Jordan. Jordan is het niet mee eens. Hij zegt dan geeft hem een tikje. Spelletjes. De eerste fout. Nu dan. Hadden we het nog in ons hoofd? 1 uit 4. 1 uit 5. Ja, nou komen ze op de vrije worplijn eindelijk. In de eerste helft maar één keer. Maar is dit duur of is dit duur, zeg? Ja, dat hoort er 70% te zijn. Er horen minimaal nog 4 bij te komen. Ja, 1 uit 6 dus in deze cruciale fase. Eerst Antonio Davis en nu Derek McKee. Die beide vrije worpen missen. Maar het blijft nog steeds 7 punten. De verdediging blijft goed in elkaar zitten. Jordan. Zie je wel. Tollig als Jordan gaat schieten. 25. Een paas van Mark Jackson. Of wil die, alsof hij wil zeggen van ga dan naar die ring.
door slingerpaas. Miller is een betere vrijworpschutter. Ja, zonder meer. Zeker in de play-offs. 90%. Tot nu toe 60 pogingen en 54 raak. Hij heeft er 19 in de tweede helft, Michael Jordan. 2 voor Reggie Miller. Zijn pas zijn eerste punt in het vierde kwart. Kerr, Pippen. Jordan. Jordan. Miller en Jordan de hele tijd. Ja. Fout is uiteraard voor Reggie Miller. En Jordan scoort ook nog. Ja, dit zal even slikken zijn hoor voor Miller. Hij staat al bij de scheidsrechter. Kijk, ja, hier geeft Jordan hem ook een roei om vrij te komen. Maar nu slaat hij op zijn arm, dus dat is duidelijk een fout. 27 punten. Ja, ik zei toch al dat je geen zorgen hoeft te maken over Jordan's punten. 11 in het vierde kwart. 10 in het derde kwart. Mist is een vrije worp. Nou, de Pacers hebben een goede aanval nodig. Kijk, Jackson, bal kwijt. Bal niet kwijt. Dit was toch een van de sleutels in de wedstrijd. De verdediging van Scottie Pippen ten opzichte van Mark Jackson. Jackson. Smits. Eindelijk krijgt hij zijn bal in de aanval. En kijk, onmiddellijk een double teaming. Fout voor Jordan zijn tweede. Jordan zegt, ik had de bal en niets dan de bal. Eens kijken. Hij heeft de bal en niets dan de bal. Prachtig beeld ook als je die bank erachter. Kijk, hij heeft de bal en niets dan de bal. Mooi hoor. Smits. 7 punten nu voor ons Rick. Die niet betrokken werd in de aanval van de Indiana Pacers. Zijn minste wedstrijd tot nog toe in de playoffs. Want tegen New York in de eerste wedstrijd kwam hij uit op 8 punten, Smits. Hij staat er nu op 7. Maar toen wonnen de Pacers wel. Dat ziet er nu niet naar uit. Smits is ook niet zo'n slechte wedstrijd. Ja. Smits is ook niet scherp. Aanvallende fout voor Kukoc is de vierde. Daar kan Jackson met zijn verstand niet bij. Kukoc is wat berustender. Hier is Rodman weer. Ja. Ja, goed gezien. Duwt af in de oksel als een tegenstander. En Jackson houdt daar helemaal niet van mee zitten. Die Pippen met die vreselijk lange armen. Die Jackson zal vannacht nog wel eens zwetend wakker worden. Niemand komt meer vrij. Miller werkt zich helemaal vrij aan de overkant voor de driepunter. Maar onmiddellijk 2 man erbij. En weer de steal. En de fout. De verdediging van de Bulls doet het hem. Ik geef toe, Jordan knalt er 27 in. Maar het is de verdediging van de Bulls die het doet. En het is vooral dat initiële werk van Scottie Pippen op Mark Jackson wat van doorslaggevende betekenis is. Daar wordt de aanval van de Pacers ontregeld. Daar wordt ervoor gezorgd dat Smits de bal niet krijgt. Jackson komt er niet uit tegen Pippen. En dat is een groot compliment voor Scottie Pippen. En zijn minste wedstrijd tegen de Bulls was de laatste uit de reguliere serie.
die weliswaar door de Pacers werd gewonnen, want in het reguliere seizoen was het 2-2, waarbij beide ploegen uit en thuis wonnen en verloren. Ja, nu Rick Smits All-Star is, kom je ook in die vergelijkingen. En dan moet je het ook waarmaken. Jackson wordt hem weer weg. Zag je dat paasje zo van, nou vooruit dan maar. Ja, en hij begon goed. Maar dat was tegen Harper. Maar toen vond Phil Jackson het genoeg. En Pippen de opdracht. En sindsdien hebben we Jackson niet meer gezien. Nee, en na het eerste kwart begon ik al te roepen over triple doubles. Rodman kan gaan zitten. Zesde. Rodman gaat eraf met 11 punten. Ja, als hij eraf gaat. Het zal nog even duren, want hij is er niet echt mee eens. Maar in ieder geval staan er 11 punten achter zijn naam en 10 rebounds. Een aardige heugenveldtegel op zijn hoofd weer. En zet daar ook nog 10 rebounds bij. Dat zijn de vitale cijfers van Rodman in dit duel. En nog steeds, hij valt wel, maar is Indiana niet zeker op de vrije worplijn. Dat was zijn zesde. Ik kan me iets meer voorstellen. 10 punten, Antonio Davis. Het kan nog steeds, ja, hoor. 8 punten. En nogmaals, die serie van 1 uit 6 en dit. Smits die Longley kwijt is en de fout maakt. Het is de vierde voor Smits. Kijk, Longley zelfverzekerd en tevreden. En Longley schiet zijn vrije worpen goed in de play-offs. 87%. En 15 keer in de play-offs vrije worpen mogen nemen. 13 keer raak. Smits is de iets betere rebounder in het seizoen. Longley maakt een half punt gemiddeld meer en schiet 5% beter. En op de vrije worplijn komt hij nu op 12 punten totaal. Het is weer 10 met nog een dikke 3 minuten. Ja, normaal zeggen ze dan is Miller time. Jackson, 8 punten. 10 voor Jackson. Als je toch over verdedigen hebt. Waarschuwing van Mark Jackson. Delay of game heet dat. Maar de Pacers doen het qua verdediging natuurlijk ook goed. De Bulls in eigen huis, dat doet hij op 81 punten gehouden. De Bulls kunnen niet weglopen. Jordan, goed paasje weer van Kukoc. 29 voor Jordan. Dan heeft hij nog 2 nodig, dan staat hij op zijn gemiddelde in de playoffs tot nog toe, want het staat op 31,2. Miller voor 3. En zelfs dat geluk valt hem niet ten deel. Geen aanval onder die baan. Jordan. En een fout. Nou, dan kan hij op 31 komen zo meteen. Hier nog eens. Het paasje van Kukoc, je ziet al wat Jordan gaat doen. Oh, wat een prachtige fake. Miller op het verkeerde been. Jordan scoort, 29 voor hem. Kijk eens. Ja, Jordan gaat backdoor, zoals dat heet. Prachtig. Time-out. En de Bulls 10 voor.
Jordan 29, Miller 16. Dat zijn de topscorers bij beide ploegen. Wedstrijd nummer 2 is dinsdag in Chicago. Live te zien op Canal Plus uiteraard. Het is voor het eerst overigens dat deze twee ploegen tegenover elkaar staan in de playoffs. En op ESPN was er een... De internetsite weliswaar. Was er een enquête onder de mensen die daarop klikken. Waar 14.480 mensen mochten kiezen wie ze dachten dat deze serie zou gaan winnen. 67% van de mensen dacht Chicago Bulls en voorlopig hebben ze gelijk. De Pacers staan voor de derde keer in de finale van de Eastern Conference. De twee voorgaande keren verloren ze. De Bulls staan voor de achtste keer in de Eastern Conference finale. En wonnen vijf keer en verloren twee keer. Jordan op 30. En ik zei al, nog eentje erbij. En dan staat hij op zijn gemiddelde van de playoffs. Pippen was het verdedigende wonder van de Bulls in deze wedstrijd. En Jordan pakt dus gewoon uit in de tweede helft met 25 punten. 6 voor rust, 0 punten in het tweede kwart, 6 punten in het eerste kwart, 10 in het derde kwart en 15 in het vierde kwart. Smits, nee, Davis valt mee. Je moet altijd uitkijken bij zo'n valpartij. Ja, als je de balans... fout is naar Kukoc, dat is een vijfde. Als je balans kwijt bent en je komt op je rug neer, dat is erg hard. Kan je met je kop heel hard op het hout terechtkomen. Het is een zesde. Ja, het maakt nou niet meer uit. De Bulls geven dit niet meer weg. Daar verdedigen ze te goed voor. Hebben ze Miller te goed in bedwang. Want juist Miller kan het nog wel eens een paar drie punten achter elkaar. Maar die hebben ze zo goed afgesloten deze wedstrijd. Morgen om 7 uur kunt u USA NBA zien op Canal Plus. Met het laatste nieuws uit de NBA. En het vermoedelijk definitieve bericht dat Michael Jordan de MVP van het afgelopen seizoen is geworden. Zoals gezegd, morgen is er in Chicago een persconferentie over Michael Jordan. En dan weet je eigenlijk al zeker dat de MVP-trofee naar Jordan zal gaan. En in de nacht die daarop volgt is er live op Canal Plus om 2:30 te zien de wedstrijd tussen de Utah Jazz en de LA Lakers. Utah won gisteren zijn eerste wedstrijd met 112-77. En kan dus richting LA met een 2-0 voorsprong, maar dan moeten ze dat duel nog wel winnen. Want dat geldt natuurlijk ook voor de Pacers. Ze hoeven feitelijk maar één wedstrijd in Chicago te winnen. Dan moet je natuurlijk wel alles thuis in de zak steken. En dan zitten ze goed. Jordan, 5 seconden nog op de schotklok. Heen en weer, heen en weer. En dan staat hij onmiddellijk om de bal af te pakken van Mark Jackson. Jackson stond erbij te kijken. Fantastisch. Er gebeurde echt niks. Alleen Jackson was zijn draad kwijt. Een point guard met de bal. En dan ineens point guard zonder bal. Zonder dat hij wist wat er aan de hand was. Schitterend. Jordan. Goed. Mis. Antonio Davis met de rebound. En nu mag het. Pippen is weg bij Mark Jackson. Die staat nu laag te verdedigen. Smits. 9 punten. Dan is het niet zijn minste aantal in een playoff wedstrijd dit seizoen. Zoals gezegd, dat waren er 8. In de eerste wedstrijd tegen de New York Knicks. Pippen geblokt. En hij pakt zelfs de bal weer. En de volgende steal. Niet bij tijd. 24 seconden klokovertreding. 49 seconden nog te gaan. Bird baalt. Jackson. Eindelijk komt Jackson scoren door. Het is te laat. 12 punten voor hem. De Pacers zullen nu toch eigenlijk snel een fout moeten maken. Ja, ze geloven niet in. Het had natuurlijk gekund.
Foutje maken, vrije worp. Proberen snel 3 punten te maken. Jordan, kijk naar de schotklok. 5, 4, 3. Nee, is te kort. En dat is Lonnie weer. Die geen bal pakte in de eerste helft. En 7 rebounds naar beneden trekt. 8 zelfs in de tweede helft. En met de bal onder de arm is de zegen voor de Chicago Bulls. De Pacers met 26 turnovers geloven het wel. Jordan heeft er 31. En aan de andere kant 16 voor Reggie Miller. Ons Rick eindigt met 9 punten. En 7 rebounds. 79-85, 1-0 in de serie voor de Bulls.